gezellig. Ziet er weer gezellig uit. De volle gangen. En gewoon in de rij staan voor koffie. We zijn echt super blij dat het allemaal weer kan. En dat iedereen naar school kan. En dat we weer muziek mogen maken. Blij dat ik weer aan de slag kan. En ik denk als iedereen goed ermee omgaat. Ik bedoel, ja, het is persoonlijk, ik ben zelf wel gevaccineerd. Dus dat scheelt misschien ook dat ik me niet heel erg druk om maak. Maar ik maak hem er niet druk om. Het meeste kijk ik naar uit als ik weer zo'n klas voor me zie. Met studenten die waarschijnlijk ook zin hebben om te beginnen. Want ze hebben hiervoor gekozen. Ja, en dan gewoon je les draaien. En dan de reactie van de studenten zien als je wat uitlegt. Dat is eigenlijk het leukste. Dat de bacteriën allemaal op de bodem zitten. Zie je dat? Je ziet heel veel blije studenten, heel veel blije docenten, dat we weer fysiek onderwijs mogen geven. Natuurlijk wel op een veilige manier, maar ja, onderwijs vindt toch het beste plaats gewoon fysiek in het klaslokaal. En we zijn heel blij dat dat weer kan. We gaan nu het laatste proefje doen. Desinfecteren. Hoe meer studenten zich laten vaccineren, hoe beter. Het is wel zo dat in Nederland er geen vaccinatieplicht is. En dat betekent dat wij ook wettelijk iedereen moeten toelaten of je nu gevaccineerd of niet gevaccineerd bent. Maar de oproep is aan alle studenten geweest en we zien ook dat heel veel studenten daaraan gehoor hebben gegeven om zich te laten vaccineren. Represento el pasado, non me puedo conformar.